NDP parlementariër Abu Jones heeft een contract bij Grasalco en ontvangt per maand $2500. Hiermee confronteerde vicepresident Ronnie Brunswijk hem gisteren in de Nationale Assemblée. Brunswijk haalde dit aan omdat Jones een opmerking had gemaakt dat het geld teruggenomen moet worden van mensen die wurgcontracten hebben en dat het geld voor de gemeenschap gebruikt moet worden. De vicepresident liet weten dat het contract van Jones op 28 juli is getekend. Ook merkte hij op dat Jones al gelden zou hebben ontvangen van Grasalco. Op 4 augustus kreeg hij al geld voor anderhalf maand. 26.000 SRD. Dus hij is hier, ik vraag hem of dat correct is. En of het correct is of hij het correct vindt dat hij dat geld krijgt. Als het niet zo is, moet hij dat zeggen. Want ik heb een lijst gezien van Grasalco. Abu Jones bekende dat hij inderdaad een contract heeft met het staatsbedrijf. Hij wees er echter op dat het niet om een wurgcontract gaat. Jones zegt dat er een opzegtermijn in het contract is opgenomen van 1 maand. Als jurist is mij gevraagd vanuit de leiding om diensten te verlenen. En ik ga ervan uit, als ik mijn diensten verleent als jurist, waarvoor ik heb gestudeerd, dat ik ervoor betaald word. En dat is wat er ook gebeurt. En er is niet vooruit betaald als er gesuggereerd geworden is, want ik verleen diensten voor Grasalco vanaf 15 juni. En ik wil voor de transparantie, wil ik mijn contract ter beschikking stellen aan u, zodat de leden het ook kunnen inzien en zien dat het gaat om een normaal contract met de normale bedragen en niets wat verkeerd is. Abu Jones, NDP-parlementariër. Hij sprak gisteren tijdens de openbare DNA-vergadering over zijn contract met Grasalco. Het lid, Mahinder Jogi, merkte op dat Jones ook in dienst is van Buitenlandse Zaken als ambassadeur. Jogi wilde dus van het college weten hoeveel nevenfuncties een ambtenaar mag hebben.